Als het de afgelopen week ergens heeft gerommeld, dan was het wel in Drenthe. Daarom nu eerst snel over naar Cake op de Week's Bulle van Berkel in Coevorden. Kom er maar in, Bulle. Bulle van Berkel, ja, daar is hij. Goedenavond. U bent live en rechtstreeks verbonden met Coevorden. Het rustige Drentse plaatsje dat sinds donderdagavond in grote beroering verkeert. Toen namelijk vertoonde de AVRO op Nederland 2 een documentaire over Coevorden die bij de plaatselijke bevolking tot grote woede en tot veel protesten aanleiding heeft gegeven. Friesestraat 9 stamt uit 1631 en zit vol met ornamenten, smartelijk kijkende vrouwenkoppen en stichtelijke teksten. Dit is hetzelfde huis, Friesestraat 9, maar nu gezien door de Cake op de Week-camera. En als diezelfde camera even naar rechts zwengt, dan zien we pas hoe schandalig vertekend het beeld is dat de AVRO van Coevorden heeft willen schetsen. De kerk staat in de Kerkstraat. Het is als eerste kerk in Drenthe gebouwd voor de protestantse eredienst. Het is gebouwd in de vorm van een Grieks kruis met tussen de armen lagere aanbouwen. Dit is diezelfde kerk in datzelfde Coevorden. Maar wij van Cake op de Week laten nu zien wat Ontdek je plekje angstvallig verborgen hield. Het arsenaal van Coevorden bestaat uit twee grote pakhuizen dat vol zit met rondboogvensters met rode luiken en robuust is als een kasteel. Het stamt uit 1643 en is na de restauratie in 1970 in gebruik als bibliotheek en museum Drenthe's Veste. Woede, verbijstering en teleurstelling onder de Coevordenaren. Zo is het toch, hè, meneer Heelweg? Ja, schop je pot voor jum en schop je terug met één klap in de pittoreske 17e eeuw, hè? En als één kant van Coevorden, maar er zijn zoveel andere kanten aan Coevorden. U ziet het zelf wel. He, dynamisch, gebeurt van alles, jong leeft. Kijk, een oude lantaarnpaal, maar daarnaast jong aanplant, dat is Coevorden. Er zijn meer kanten en dan alleen die ene kant laten zien. Dat is altijd hetzelfde. Wat voor jumme zonde. Het kasteel is in de loop der eeuwen talloze malen belegerd, in brand gestoken, vervallen, weer opgebouwd in steeds weer andere vorm. Tot het tussen 1968 en 1972 definitief werd hersteld van een onherkenbaar ding tot dit sprookjeslot. Of het er vroeger nu precies zo uitgezien is. Is dit kasteeltje annex gemeentehuis inderdaad het sprookjespaleis waarin de AVRO ons wilde doen geloven? Die domme ui daarbovenop. Ik zeg niet dat het lelijk is, maar het is natuurlijk onhandig. Hè? Mensen hebben natuurlijk uitgegroeid in Coevorden. Wat voor jullie is jammer, jong. Dat ze dat dan laten zien van dat Coevorden is, hè? We hebben een ontwerp liggen voor een nieuw stadhuis. Heeft 1 miljoen gulden gekost, alleen de tekeningen, voorbereidende besprekingen. Weet u wie dit ontwerp heeft gemaakt? Wie de architect is, weet u niet. Zal ik het zeggen? Rem Koolhaas. De Rem Koolhaas. De grootste architect die ooit in Nederland geleefd heeft. Gisteren nog in Trouw een hele pagina over Rem Koolhaas. U weet dat de gemeente Nederland pas meetelt als Rem Koolhaas iets heeft ontworpen om neer te zetten. Of het er komt of niet, doet hij niet toe. Maar Rem Koolhaas moet iets gepland hebben voor een gemeente. Als Rem Koolhaas nou toch voor Coevorden een heel nieuw stadhuis heeft gepland tot in het jaar 3000. Hè? Zou Coevorden dan die dommelende, suffe, tuttige flutgemeente zijn die zo'n Ontdek je plekje laten zien? Hè? Met allemaal mooie pandjes, dit en mooie pandjes, dat aan meneer Scheidhoek uit. Wat voor de jumme is jammer, jong. Daar komt evenementenhal. Ja? Met alle evenementen die u maar kunt en wilt bedenken. Bedenkt u maar een evenement. Dat kan daar zonder meer in. Ja? Dan hebben wij al even buiten Coevorden Centerparks, groot bungalowpark, pretpark, hele familie. Ja? Nu komt hier, nog dichter, eigenlijk op de rand van Coevorden, ja? Komt Vendorado, concurrent van Centerparks, hebben wij baat bij, leisure. Ja? Met een bungalowpark met meer bungalows dan er huizen staan in Coevorden, mooi Coevorden. En met een hal waarin gespeeld kan worden straks. Kegelbanen, bowlingbanen, squashbanen. En, dat is nieuw voor boven de hele Moerdijk, squalling.
squalling? Squalling is squash met van die grote bowlingballen. Omdat we ook mikken op de bouwvakkers uit Duitsland als in 1992 de grens opengaan. Drenthe, het land van geploegde voren en eenzame berken. Gemoedelijk en schilderachtig. Nou, dat vind ik toch schilderachtig, ja? Toch? He? Dat is uniek. Dat vind je alleen in Coevorden. Vind je nergens in Nederland verder. Dat alles zojuist naast elkaar. Ja? Toch? Dus niet alleen oud, maar oud, nieuw, jong, oud, hoog, laag. Vuil, schoon. Dat zo, dat, die skyline, dat vind ik, nee. Dat is uniek. Dat is alleen in Coevorden heb je dat. En daarom is het pad voor jullie zo jammer, dat is alleen maar... Die... Ja, nee. Ja, Bulle van Berkel, een vraagje hier. Ja, een vraag een vanuit vraag de studio. Dat gat, Bulle, daar links, komt daar nog wat in? Daar, dat gat daar? Ja. Ja. Daar, wat er in dat zo gat leeg. Daar achter nog komt. Daar? Ja. Of blijft dat zo leeg? Nee. Daar komt Coevorden met een subtropisch zwemparadijs. Komt daar nog, met een onderwaterzwembad. Fijn. Als enige in Nederland. Ja, fijn, dank u wel. Dit was Bulle van Berkel, Keek op de Week, Coevorden.